speelde vandaag in en tegen Jouren. En na een 0-2 ruststand werd het uiteindelijk 1-4 voor Hoogeveen. Ja, John Kikkert, het is hier niet erg warm, maar je wordt wel warm van de wedstrijd. Ja, dat vind ik wel. Kijk, we rijden naar Jouren toe, waar we vorig jaar toch een paar keer heel moeizaam ging. Fysieke ploeg en ja, je weet gewoon lange ballen, spelmomenten, dat het lastig kan worden. En ja, dat zag je eigenlijk de eerste 10 minuten, zag je dat ook weer terug. Krijgen ze 2 hele goede kansen. Kan er ook een beetje anders vallen en dan beginnen we toch een half uur heel goed te voetballen. We komen minder in de duels en ja, dan zie je dat het toch iets betere ploeg bent als Jouren, denk ik. Ja, Doebe kwam in het wel een beetje uit de lucht vallen, die eerste. Ja, hij viel wat uit de lucht en een beetje ongelukkig voor die keeper. Ik vond die keeper ook absoluut niet sterk van Jouren. Een jonge jongen. En ja, dat hebben we in de rust ook nog even besproken. Van ja, pak de ballen richting die keeper. Onzeker. En zorg in de duels. En dat zag je in de eerste goal een beetje terug. Hè. Ook nog niet goed getimed door Margo. Maar ja, hij valt wel binnen. En ja, dat geeft toch wel een bevrijdende treffer, denk ik. Toch weer die actie over de flank, hè? Via Shaki. Ja, Shaki blijft gevaarlijk. En ja, we hebben het er ook over. We hameren er ook op. En ja, ik vind toch wel dat er nog wel dat we er iets meer uit moeten halen over de flanken. We hebben goede flanken. Maar die jongens zijn ook dusdanig snel dat soms de aansluiting er nog niet is. En ja, dan moeten we toch wel wat betere keuzes gaan maken. Ja, en daar werken we hard aan, denk ik. Ja, en dan Daniel Manningen van weer helemaal terug. Ik denk dat hij eigenlijk misschien wel door jullie op scherp is gezet. Ja, nou, hij is op scherp gezet. Dat is makkelijk zat. En je weet wat voor persoon Daniel is. En het is gewoon het is een bijzondere jongen. Maar het is ook, als hij het goed tussendoor heeft, is het fijn werken. En je ziet ook gewoon, hij straalt weer plezier uit. Ja, het is gewoon het is mooi werk op het moment met Daniel. En dan maakt hij gewoon weer echt een Manning-goal. Wat ik heel goed vond van Rick de Lange vanuit de combinatie. En ja, als je de bal dan zo binnenbrengt, dat is ja, weer geloos. Ja, dan controleer je de wedstrijd, dan ga je de kleedkamer in en dan weet je gewoon, jouw klapt erop die tweede helft. En dat gebeurt ook en jullie laten je min of meer een beetje afbluff. Ja, nou, dit is niet de eerste keer, hè. Dit is de vierde wedstrijd zo'n beetje, dat we met 2-3-0 de rust in gaan. En ja, dan waken wij er wel voor. Maar ja, het is toch nog steeds moeizaam bij ons om goed uit die kleedkamer te komen. Hè? We gaan duelletjes verliezen, ingooien tekort. Ja, en dan geef je toch weer gevoel, overtreding maken op de 16, waar als zij dan uit scoren. En ja, dan hebben we nog wel elke keer het geluk dat we dan weer op het juiste moment scoren. Ja. Maar dat moet beter en ja, daar gaan we wel mee bezig. Ja, je noemt het al, je scoort op het juiste moment inderdaad. Want na die 1-2 is jou niet echt gevaarlijk geweest. En prikken jullie dus die 1-3 in met wederom Shaki aan de basis. Ja, kijk, dat is ook zo. En dan maak je gewoon een goede goal. Maar dan moet ik ook wel zeggen, het is een verdienste van het elftal. Dat Shaki zo kan voetballen. Hè. We hebben Huizing weer teruggehaald als controlerend middenvelder. En ja, als je ziet hoe als die jongen vandaag ook weer werkt. En ja, hij beloont het dan met die goal vanaf de zijkant. Ja, ik denk dat ze vandaag gewoon heel goed collectief stond. En dat is iets waar als we als Hoogeveen ook zeer zeker naartoe moeten. Een collectief, het uitstralen dat er een team staat. De hele wedstrijd controleren. Zover zijn jullie nog niet? Zover zijn we nog niet. Kijk, en je hebt met meerdere oorzaken. Hè. Er zijn meer dingen in het spel waar je mee te maken hebt. En ja, dat moet gewoon beter. Dat weten we ook. En ja, we gaan eraan werken. Maar deze overwinning die is weer goed, denk ik. En die staat weer. Maak je nog een beetje zorgen over de centrale positie achterin? Marco Santing, ja, vult vandaag met een voldoende in, laten we zo zeggen. Maar heeft het wel moeilijk? Ja, kijk, Marco die heeft weinig speelminuten en ja, je zag hem ook een beetje moeizaam starten. Maar als ik gewoon de tweede helft doe als Marco het oppakt, het is een rustige jongen aan de bal, hij doet geen gekke dingen. En tuurlijk, Jouren die speelt daarop in, hè, met die grote spits, 9, snel de diepe ballen. Hè, want je verliest aan kopkracht als je Andy uit het centrum kwijt bent. Maar qua voetballen, hoe als Marco het toch een paar keer oplost, en dat zag je in het laatste van de wedstrijd ook. En misschien wat door Jouren dat het wat makkelijk gaat, maar hij pakt het gewoon goed op. En ja, die jongen die staat wel wanneer je hem nodig bent. En dat vind ik gewoon een groot compliment natuurlijk. Jullie moeten wel een heel lekker gevoel hebben, denk ik, over de laatste weken. Want het draait lekker. Een gelijkspel tegen Nieuw-Buin. Dat kan natuurlijk altijd. Maar voor de rest ja, zit het echt in een opwaartse lijn. Ah, zeker. En de basis bij ons is ook gewoon van, we willen vanuit de nul voetballen. Dus ik was een beetje teleurgesteld dat we toch weer die goal weggeven. Maar ja, er zit gewoon een stijgende lijn in. En wat als het belangrijkste is, denk ik, ja, je hebt toch allemaal nieuwe jongens erbij. En we gaan echt richting een collectief. En dat straal je ook uit. Dat merk je ook in de kleedkamer naar elkaar toe. En ja, dat is alleen maar positief. En laten we wel zijn, het resultaat dat hangt en dat valt ermee. Hè? Hoe de sfeer is in de groep. Maar wij zijn wel een trainers, Theo en ik, maar ook de overige staf. Nou, het is natuurlijk nu heel makkelijk zeggen, oh, Theo Metz erbij en nu is het al hartstikke goed. Ja, nou, ja, laten we het op de kijk, ik vind dat niet erg hoor. Als dit het Theo Metz effect is, het hele seizoen, dan sluiten we het gewoon goed af. Ik vind het prima natuurlijk. Maar kijk, ik zeg,
we doen het niet alleen, we doen het met hele groepen. Met de Marcel van der Kolk, met de Jan Beekelaar, de grensrechter en Algret. Het is wel duidelijk dat het geen verkeerde set is geweest. Nee, tuurlijk niet. De klik is er. De klik is er gewoon en dat zeg ik, we voelen elkaar perfect aan. En dan ben ik de jonge hond en hij stuurt me wel eens wat en hij maand me wel eens even de kalmte. Maar het is gewoon heel prettig samenwerken en je ziet gewoon, je hebt er een man naast je zitten met gigantisch veel voetbal know-how. En dat is gewoon een win-win situatie voor Hoogeveen, denk ik. Nou goed, volgende week Dalen. Ja, op zich ook weer een leuke tegenstander in eigen huis. Ja, zeker. Dus zeg ik nou gewoon doortrekken. Ik hoop dat we gewoon die laatste twee wedstrijden voor de winter goed af kunnen sluiten. Denk je een beetje onderschatting bewaken, denk ik, tegen een Dalen. Maar als gewoon de groep deze lijn doortrekt, ja, dan kan het wel eens heel wat moois worden, denk ik.